Goedemorgen. In Utrecht ontwaakt. En Stan, heb je een beetje lekker geslapen? Ja, ik sliep echt heel snel. Ik was ook heel moe. Ja, en ben nog steeds. Gewoon broke gewoon. Dus, om 9:30 krijgen we ontbijt. Dus zo. Zo, eens even kijken of het droog is. Welkom, Utrecht. Doe even een klein stukje omhoog. Zo, oh, we zijn nog steeds met die filmopnames bezig. Kijk, ze zijn daar een tv-opname van film aan het maken of zo. Ze staan daar al een tijd. Dus misschien zie je nog wel bekende Nederlanders. Geinig. Het is gewoon een hele spannende film. Of misschien wel een opname van moordvrouw of zo. Iemand een CSI. Hi. Hi. Er staan daar lampen en camera's buiten. Oh ja, dat was ook... Niet op ons gericht hoor. Gewoon. De YouTubers die aanschrijven zo. Ja, ze zijn nu, gaan ze al die mensen die allemaal een YouTube kanaal hebben, die zijn ze nu aan het spioneren. En die filmen ze gewoon allemaal. Kijk eens. Goed geslapen? Ja, nou ik had het wel heel koud. Koud? Zeg, dat geloof ik ook gevroren. Ja. De nacht is dan gewoon hier over de vloer staan een beetje koud en ik voel dat gewoon eerder. Ja. Ziet er leuk uit. Ja, dankjewel. Ik hoop dat het ook leuk smaakt. En je hebt lekker breakfast. Kijk eens. Lekkere broodjes. Allemaal lekkere dingen gekregen. Dus wij gaan lekker ontbijten. Yummy. Good morning. Morning. Er ligt in huis ook allemaal informatie. Kijk. Boekjes van wat er allemaal is. Kaartjes van alle dingen in Utrecht. Plekken in Utrecht die je gezien moet hebben. Ja. Echt leuk. Er zijn genoeg boeken, dvd'tjes staan ertussen daarboven. Ik ben eventjes bezig met... Er zit hier een SD-kaartje in het tablet. Daar zit nu 16 gigabyte kaartje in. En dan haal ik de grootste filmpjes eraf, zodat ik nog voldoende ruimte heb voor vandaag. Ik heb een bandje van de YouTube Gathering, van Linktijger, van Game Meneer en dan natuurlijk ons gewone bandje. Dus iedereen die loopt zo met de polsen vol met van die bandjes. Ik ga eens even kijken wat hier allemaal in zit. We gaan hem open doen. Wat krijgen wij cadeau? We hebben hier een powerbankie. Wat zit er nog meer in? Wat is dit? Een glas. Ik denk dat ik weet hoe dit werkt. Kijk, je kan naar voren schuiven. Oh, dat kun je uitklappen. En dan kun je zo... Download VR content op je smartphone. Nou, wat leuk zeg. Ik vind het wel heel leuk dat we dit dan krijgen. En dan heb ik hier nog iets. Stan, die had deze al opengemaakt. Die kan ik daar zien. Het is een soort van selfie stand. Je kunt hier de camera aan je zetten. En dan kun je gemakkelijk op een knopje drukken. En een selfie maken. En een knopje zit er onderin. Oh, die. En als het goed is, als je dat klikt, maak je een selfie. Panorama selfie stand. Nou, ik vind het wel heel erg leuk dat je dit krijgt. Ik heb de jas aan. We gaan dit leuke huisje weer verlaten. Oh. Stan? Yes. Omdat Job ook in deze vlog komt, wil ik bij deze Job heel erg bedanken voor de gastvrijheid, voor het heerlijke ontbijt en voor alle service die hij ons verleent. Hij brengt zelf straks de hele zware tas naar het station. Hartstikke top. En het was een beetje te zwaar voor ons om mee te lopen. Dus dat is hartstikke lief. Zijn jullie een keer in Utrecht en je wil een keer overnachten? Kom dan even naar Bed & Breakfast, de klinkende munt. Wij gaan lopen en dan ga ik deze keer zo ontmoeten. We hebben al heel erg lang contact, maar we hebben nog nooit elkaar echt in het echt gezien. Dus dat is wel heel grappig. Even kijken of alles dicht is en dan zie je ons zo weer. Wist je dat het geld hier op straat lag? No. Ja, echt, kijk hier. Kijk dan. Er ligt hier gewoon een gulden op straat. Prank. En hier ligt 25 cent. Nog een prank. Dat wil zeggen, dat waren natuurlijk de 25 centen van vroeger. 1974, jeetje. Goh, toen was ik 3. Kijk, het is een mooie molen. En hier hebben we 5 cent. Wie kent ze nog? 1948. Nou, toen was ik er nog niet. Was je min? Toen was ik min... 21. Toen zat ik nog ergens op een warm plekje. 1 cent. Okay, wat? Dat was een Rijksdaalder. Lach me uit. Ja, ze lachen me uit. Ze lachen je uit omdat je toen nog niet geboren was. En ze hadden nog een 10 cent. Ja, dat was 1980.
Ja. Ja. Loop maar richting de ingang, kijken of deze er is. Ja. Thank you. Ja. Aan het interviewen en ik sta hier met... Ik ben Nathalie van het kanaal Nathalie en Zo. Ik vind het wel leuk dat ik gewoon hierheen ga en mijn zoon op sleeptouw neem in plaats van andersom. Ja toch? Ik heb wel 67.000 views van mensen die willen wel graag de filmpjes kijken, maar klikken niet op abonneren. Dus vergeet nou niet te klikken op abonneren. Dat zou leuk zijn. Ja, ik heb bijna hetzelfde. Kijken, denk ik, nou, Giel, dat is nog nooit gelukt. Kijk, het wel druk zijn hier, hè. Kijk, dit is de lounge. Van Vera staat, Bardo, wat een beetje geklessen best. Een beetje geconnect, natuurlijk. Oké, ik dacht 12 uur. Vera's, hoe voel je je? Ja. Kijk, als je dan nu naar Armo had gewild, sta je jaar in de rij. Zo frustrerend zijn af en toe. Hè. Dan denk je van ja, die is voor mij. Mooi weer door iemand anders gepakt. Hier nu weer. Niet te lang bij stil blijven staan, gewoon doordrukken. We gaan echt een heleboel doen. We doen giveaways, we hebben unieke previews van dingen, we hebben shows,
dansers. Maar ik wil even een heel hard applaus voor de man die hier het hele jaar mee bezig is om dit voor jullie mogelijk te maken. Ilko! Dankjewel. Ilko, wat wil jij zeggen tegen ja, al deze mensen? Je bent trots? Ja, ik ben super trots. En ik wil jullie ook heel erg bedanken dat jullie allemaal zijn gekomen. Want jullie maken de DTG voor wat de DTG is. En dat is gewoon het grootste feest van online video wat we kennen. Dank jullie wel! Applaus voor Ilko. Prachtig. Nou, we hebben vandaag dus een heel dik programma. Er komen allemaal mensen langs. Dus blijf nou hangen hier bij het podium. 3, 2, 1, kijk! Lekker. Ja, ik denk dat we met z'n allen moeten. Is hij er al? Oh, dat is hij al. Oh mijn god! Kinderen! Mag ik het heel even vragen? Wat is de gedachte achter dat fruit? Het was echt de gekste week van ons leven. Er is zoveel shit gebeurd in dat huis in de Ardennen. Hij heeft het opgevangen in een bekertje. Ik ben echt super blij dat ik daar niet bij was. Maar Sophie, jij volgt gaming YouTube niet, hè? Nee, totaal niet. En wat volg je zelf voor kanalen? Ik kijk niet zo heel veel YouTube. Maar wel iets van de YouTubers die ik aardig vind. Dat ze wel zeggen, oh, heb je mijn filmpje gezien? Dan weet ik tenminste waar het over gaat. En je kijkt af en toe King Alert. Ik kijk altijd King Alert. King Alert, kijk je. Wie van jullie kent de King Alert, Jel? Het is heel simpel, het is gewoon... Kunnen jullie dit? Ja! Kinderen! Applaus voor jezelf! Duurde net een beetje lang, zie je dat? Dit is mooi, dit is nu al legendarisch. Deze dag legendary, inderdaad. Ja, en we straks komen we nog terug met Kinderen. En dan gaan we een tweet maken. Even naar het YouTube-kanaal in Jari. Laat even zien. Ja, ga even kijken bij hem. Ik upload van alles, vlogs, gewoon een soort montages. Ik maak shortfilms en sowieso heel veel fun. Ik zet de link in de beschrijving. Even kijken. Kunt u het ook super aan doen? Ja, dat is voor jou ook wel. Oh, dat is super cool. Nee? Ik ben een cadeautjes. Oké. Cadeautjes? Ja. Oh, mag ik dat filmen? Ja, natuurlijk mag je dat filmen. Ja, ik zit mijn ding even doen. Ik moet even snel. Mensen die hadden het boven, dat zoveel tijd meer. Maar ja, dat is ook een leuk. Ik kijk veel Nederlandse YouTubers en ik heb al een paar video's van je gezien. Ah, oké, super tof. Ik kijk wel. Ah, dan ben ik super tof. En Emily zei dat hij cadeautjes had meegenomen. Ik heb Oh, nee, kijk, dit pakt mij een hart. Zo, dat is. Oké, moet ik hem uitpakken of laat ik haar even pakken laten? Nee, je mag hem even pakken. Dan ga ik daar eens cadeau geven. Oh, dat vind ik echt super tof. Wat is dit dan? Oh, wacht, ik ga het pakken. We hebben hem even vast... Je moet hem even zo vasthouden. Aan de zijkant. Dat is een beetje vervelend met twee camera's. Ja, het wordt pro. Oh jongens, ik ben hartstikke benieuwd. Ah! Ja jongens.
Cookie Monster. Ja, dat is een monster is dit. Hè? Ja, ik ga hem thuis gaan hem aandoen. Cezelstraat. Ga mijn dochter leuk vinden als ik hier weer rondloop. Ja, hij doet me hartstikke bedankt, hartstikke top. Ja, en ik had voor dit meegenomen voor Jan Sjaar, want dat is een soort challenge. Oké. Okay. Dit is voor Nessim. Voor Nessim? Ja, maar ja, Nessim is hem. Nee, dan neem ik hem mee voor Ness. Ja, maar dat wil ik. Kijk, mensen hebben het al. Wat ik moet voor. Ja. Hartstikke bedankt. Ja, jij ook. Ja, nee, ik vind het hartstikke tof. Hè? Heel bedankt. Dus, ik zag gisteren nog, ik zeg nog, ik krijg nooit cadeautjes, maar... Ja, echt speciaal voor jullie wezen shoppen. En ik denk dat Nessim, dit bij Nessim past. Een droomvanger ervoor hebben we voor hem heeft gedaan. Want die zakken op zijn raam staan. Oh, oké, dat is mooi. Nou, hartstikke bedankt. Respect voor alles wat je doet. Ja, dankjewel. Hartstikke bedankt. Nou, doe er mee. Succes nog. Ja, dankjewel. Fijne dag. Doeg.